Welkom bij Roast City, de show op YouTube waarbij de grootste YouTuber van België, je favoriete YouTuber, dan ga ik mensen roasten die een diss track over mij hebben gemaakt en dan zijn er een paar, snap je? Ik hou van diss tracks, ik hou van roasten en ik hou van geroast worden, maar het allerleukste is mensen dan nog terug roasten en gewoon harder terugpakken dan je gepakt bent, snap je? Als er iemand op je bek slaat, moet je gewoon zorgen dat je hem neerstijkt ofzo. Sommige YouTubers hebben een diss track gemaakt over mij. Ik heb daar niet op gereageerd omdat ik eerst dacht van, snap je, ze zijn het niet eens waard om hen terug te roosten. Het is te makkelijk. Maar ik heb toch besloten om het te doen. Want ik heb niks beter te doen. Dus wij zeker een duimpje omhoog. Want er gaan gewonden vallen. Dat is oké, denk ik. De eerste diss track is gelijk ook de diss track waar ik de meeste ziektes van heb gekregen. Dit is de diss track van jullie favoriete YouTuber, Shaquille Polak. 77.000 abonnees, gemiddelde van 2000 views per video. Stabiel. Hij heeft één diss track over mij geüpload. De kutste YouTuber, Acid diss track. En die heeft 145.000 views. Dat past perfect binnen jouw kanaal. De andere video's hebben evenveel views als mijn diss track. Het gemiddelde legt misschien een klein verschil. Snap je, klein verschil? Dat is geen probleem. Je hebt een mooie foto gekozen als thumbnail. Daar ben ik wel blij voor. Ik weet niet of jij mij vriendelijk hebt aangepakt. Want ik ben al volledig vergeten hoe die diss track van jou in elkaar zit. Ik weet wel over wat het gaat. Onderwerp die je hebt gekozen, dat is echt zielig, maar oké. Wie is de slechtste YouTuber challenge? Komt ie. Hier is het allemaal begonnen. Bij deze video. Geweldig. Deze video ging ik dus samen met Joey en Alex. De slechtste YouTubers kiezen en dan elke keer zal de slechtste YouTuber kiezen. Shaquille zat daarin en Shaquille was in mijn ogen gewoon de slechtste YouTuber van die drie. Slechtste YouTuber is. Dat is het dus. Het was een grapje. Het was een leuke video. Een YouTuber, slechtste YouTuber video. Ik vond het niet zo grappig. Dat is niet erg. Je mag mij roosten als ik je oppak. Maar het is tijd voor de comeback! Woo! Is the crowd excited? Hoe gaat het publiek? Toppie. Let's get this over with. Dit is een Skype call. Snap je, zo lijkt ik dit verhaaltje mooi in. Lang geleden, in een ver verleden, zat ik in de squad, de YouTube squad. Wij waren echt gewoon eerst. Wij hadden de eerste YouTube gang die er echt was in België en Nederland. Die jongens waren mijn vrienden. Al deze boys die je ziet, Maarten, Gio, Job, Alex, ik, Ryan. Iedereen, wij waren zo de YouTube gang. We waren allemaal hele goede vriendjes. Totdat zij mij ineens beschuldigden van allemaal dingen. En iets daarvan was geld stelen. Heb ik nooit gedaan, what the fuck. Dan beschuldigden ze mij er ook van dat ik het alles deed voor de subs. Dat ik een allemaal achterlijke Mongolen vond. En dat ik gewoon subs wou. Deze Skype call was dus de laatste Skype call die we echt met iedereen hebben gehad. Zo na al de ruzie en zo. En toen gingen we alles goed maken, maar dat is nooit gebeurd. En in deze Skype call, ik was net uit de squad gezet. En Shaquille heeft deze Skype call opgenomen. Misschien wist hij 2 jaar op voorhand al dat zijn channel ging sterven. En dat hij dan diss track over mij ging maken. En dat hij deze dingen nuttig ging kunnen gebruiken. Toppie. Nathan, Nathan, Nathan. Kijk, spreek mijn naam daar juist uit. Nathan. Niet Nathan. Nathan. Nee, Nathan. Dank u. Slechtste YouTuber. Wauw. Oké. Okay. Wow, kijk, dat is Nathan. Nathan! Nathan! Kom op, Nathan, niet Nathan, Nathan! Zo moeilijk is het niet om een naam goed uit te spreken in je diss track. Er was geen squad voordat ik erbij was. Ik was erbij vanaf het begin. Er was geen squad zonder mij. Ik was er vanaf het begin al bij. Dus ik wou niet bij de squad voor aandacht. Ik zat gewoon bij de squad. Het hele punt van de squad was aandacht. Daarom was er een squad. We waren samen en we gingen samen grote YouTubers worden. Bij jou is dat plan gewoon volledig gefailed. Ik snap dat je mij dist, want bij jou heeft het niet geholpen. Snap je? Iedereen vond jou sowieso wack. Daarom noem je Shaquille Powack. Ha, het is niet erg. Ik ga je niet blamen omdat jij de supplies niet uit de squad hebt kunnen halen. En nog altijd geen 100k hebt. Oké. Okay. Soms wil ik gewoon een beetje specialer overkomen, of een beetje meer aandacht. Ik was aan het huilen. Dus voel je maar speciaal, wanneer is de eerste keer al deze negatieve gedoe? Oké, okay, dit is geen diss track, ik weet niet over wat dit gaat, ik weet niet over waar je nu aan het rap is. Oké. Okay. Vind ik weer, subscribers, yes die wou je heel graag. Ja, jij ook! Jij ook! Jij wou even graag en wil nog altijd even graag subscribers als ik toen. Je hebt al 1000 keer aan iedereen gevraagd, yo, guys. Guys, help me even naar de 100k. Ik doe al 7 jaar YouTube. Help me even naar de 100k. Want omdat je zelf de dedication en de motivatie niet hebt om te blijven doordoen met YouTube, heb je die 100k nooit gehaald. Normaal hè, als YouTuber subs wil. Ik kan zeggen van, ik doe het niet voor de subs. Ik wil geen subs. Maar als je veel video's maakt en je krijgt geen subs bij, gewoon nooit, dan doe je het ook voor niks. Snap je? Het doel is altijd subscribers krijgen. Dus hier zag je, daarom wou je alleen met ons chillen. Hé,
Nee. Als ik jullie echt kut vond, dan deed het allemaal voor de subs. Dan zou ik nooit met jullie chillen, bedoel. Als jullie echt wack waren, dan... Oké. Okay. Maar heb jij wel eens je fans verteld dat jij het niet deed voor hun, maar alleen voor het... Geld. Dat wou je zeggen, dat ik het alleen doe voor het geld. Je hebt geen geld. Ik verdien nog altijd geen fuck. Doe ook geen campagnes. Ze krijgen er elke dag fucking veel. Maar ik doe er geen. Dus je kan zeggen. Zeg tegen je fans. Doe het alleen voor de money. Als ik kon. Dan zou ik het allemaal doen voor de money. Maar het probleem is. Er zijn geen campagnes die ik leuk vind. Dus er is geen money die je kan pakken. Oké. Okay. Kijk, dit is de volledige squad. Zonder rijen. Kijk, mijn haar was nog leuk toen. Oké. Okay. Kijk, er zit zo'n heel kort stukje tussen. Van deze Skype call again. De Alex zegt. Je hebt mij gewoon gebruikt om bij de groep te komen. En dan zegt Shaquille. Wat zei je Nathan? Maar hij heeft het allemaal opgenomen. Op een moment. En zelf was hij dat gewoon aan het opnemen, snap je? Ik weet niet waarom, maar hij heeft het nooit gebruikt. Maar hij, Joey is ook aan het filmen, ik weet ook niet waarom. Dan zei iedereen, je hebt Alex gewoon gebruikt om bij de groep te komen. Maar er was geen groep voordat ik erbij was. Jullie chillen gewoon, maar er was geen squad. Nee. En dan nog gewoon iets kleins. Jullie waren de enige vrienden die ik had op dat moment. Echt de enige. En dan op een dag word ik gewoon uit de vriendengroep gekikt. Alsof die fucking vriendengroep een fucking face clan was. Snap je gewoon, yo... Jij zit niet meer in de clan. Je bent geen vriend meer van ons. Get the fuck out. Dat is fucked up. En ik was aan het huilen daar. Ik bedoel, ik was fucking emotioneel. Ik had letterlijk geen vrienden meer. Ik was echt gewoon gediefriend van iedereen waar ik vrienden mee was. Ja, dat is kut. Zijn er kutte dingen gebeurd, maar gewoon het feit dat je dit hebt gefilmd is gewoon nog een reden waarom je nooit 100k gehaald is, Shaquille. Maar ja, dat weten de kijkers niet. Gebeurd is gebeurd en toen deed het boekje dicht. Jullie hebben het boekje niet dicht gedaan. Jullie hebben bijna allemaal een fucking video gemaakt over waarom ik uit de squad ben en mij daar helemaal in geroost. Achteraf hebben jullie al die video's offline gehaald, omdat ik mij gelijk gekregen had van iedereen. Dus, ha! Je maakt hier een diss track over mij van shit die fucking lang geleden is gebeurd. Maar eigenlijk waren jullie even veel in de fout als mij. Snap je? Dat weten jouw kijkers ook niet. Vieze Shaquille. Weet je nog die avond bij Ties? Dat was fucking je carrière switch. Ja, die avond bij Ties weet het nog heel goed. Het is leuk dat je het ook niet zegt in deze video. De avond bij Ties waren allemaal kleine jongetjes. Hadden allemaal fucking sterke drank gehad. Snap je? Grey Goose en zo. Whisky, we hadden Passoa, we hadden alle... Alle shit die er bestaat om helemaal... Dat was zo, we waren allemaal fucking fucked up. Snap je, Joey lag te kotsen op de grond zo. Ik lag half met mijn arm in de kots en shit. Die avond was ik fucking dronken en dan heb ik zo domme dingen gezegd. En ik weet niet waarom. Daardoor ben ik uit de squad omdat ik zo een beetje domme shit gezegd had terwijl ik dronken was. Maar Shaquille, de persoon die... Ik weet niet hoe oud hij toen was, 18 of zo of 19. Was ook fucking fucked up van alcohol. En we waren allemaal echt helemaal de kop in. En ja, die avond was voor mij inderdaad een carrière switch. Maar ik bedoel... Voor jullie even goed, maar jullie hebben mij gewoon gepakt en ik jullie niet, maar is oké! Okay. Bro, ik vind het jammer, man. Echt waar. Vroeger keek je altijd naar me op. En nu ineens. Waarom zag je vroeger keek je altijd naar me op? We waren vrienden. Ik heb even naar je livestreams gekeken en daarna waren we gewoon vrienden. Ik keek niet naar je op, we waren gewoon goede vrienden. Dat dacht ik, snap je? Toen ineens kikten jullie mij uit jullie vriendengroep. Omdat ik alles deed voor de subs en omdat ik... Geld gestolen had. Nope! Wat ben je eigenlijk aan het zeiken met je anno 2012 skinny jeans en H&M trui? En bleh! Jammer dat het is gebeurd, yo. Maar jij deed het niet voor hun, though. Nou, dat is te cringy. Jammer, Nathan van der Gunst. Nathan van der Gunst. En mijn achternaam is een één... Dit is één woord. Niet zo. Ik ben nu echt een fucking kluns. Yep. Ik ben een fucking kluns. Jammer dat het... Ik ben een fucking kluns. Je zegt dat ik een fucking kluns ben. Ik bedoel, deze outfit met die gescheurde jeans, skinny jeans. Bedoel, je benen lijken echt op stokjes. Bro. Ik ben geen kluns. Jij bent echt gewoon de definitie van een kluns. Ik bedoel, je bent niet dikker dan mijn vinger. What the fuck? Waar gaat deze diss track over? Ik snap het niet. 7 jaar op YouTube nog steeds niet gemaakt. Klopt. Maar ik vind het prima dat jij daar boven staat. Nee, dat vind je niet. Je haat het dat ik meer subs heb dan jou. Je kan er niet tegen dat ik meer subs heb dan jou. En daarom heb je deze diss track gemaakt. Dat is het hele punt van deze diss track. Gewoon omdat iets in je hoofd zit. Door één haat voor alles wat ik heb gedaan. En dat je het gewoon niet kunnen vinden dat ik meer subs heb dan jou. Zoals ik al zei, je hebt de dedication niet om video's te blijven maken. Je bent al 10.000 keer gestopt. Al 25 keer veranderd van kanaal. Al 10 keer gewoon livestreamer geworden. Maar dan toch weer YouTuber. Maar dan toch weer geswitcht. Snap je? Je weet gewoon niet wat je wil. En aan je outfit zie ik ook gewoon dat je niet weet wat je wil. Is oké. Okay. Ah.
gun het gewoon een ander, maar jij blijkbaar een klein beetje veranderd. Dat was wack. Je zag dat je aardig bent. You're not friendly at all. Ik weet niet hoe oud ik was, ik denk 15. Als ik aan het huilen ben in een Skype call, omdat ik net gekickt ben door al mijn vrienden en ik gewoon geen vrienden meer heb, en jij bent gewoon heel die Skype call aan het opnemen, dan was het je intentie op dat moment ook gewoon om mij daar nog eens kankerhaar mee terug te rippen. Want dat heb je niet gedaan. Want na al die ruzies die we hebben gehad in de squad, ben ik er gewoon het beste uitgekomen, omdat jullie gewoon een fucking bad move hadden gemaakt. En dat had jij ook door. En nu heb je deze diss track gedropt omdat je wanhopig views nodig hebt. En omdat het niet meer zo goed lukt met je kanaal. Is niet erg. Ik weet hoe het voelt als je ineens heel weinig views krijgt en het lijkt alsof er niemand meer naar je video's kijkt. Dat is jammer. Om dan een fucking Skype call uit te halen waar ik als 15-jarige guy aan het huilen ben. Dat is sad. Iets wat aardige mensen niet zouden doen. Ik heb ook leuke Skype calls staan van dingen van vroeger. Die beter ook niet online komen. Dat ga ik ook niet doen. Want ja, dat doe ik niet. Ik ben niet zo wanhopig op zoek naar views. Dat ik zo dingen moet in de wereld brengen, oké? Okay? Blijkbaar wel. Wel, je hebt die 100.000 views wel gehaald. Met mijn naam. 145k. Je hebt het verdiend, snap je? Je mag ze hebben. Je hebt deze diss track gemaakt. Je verdient de 100k op één video. Ik bedoel, voor de rest haal je toch maar 4k per video. Dus hopelijk heb je hier veel geld mee verdiend. Ging dan zien kijkers van jou wat ik echt bedoel. Het ging toch alleen maar om views. Alleen om views. Yo, je hebt deze diss track gemaakt. En je vraagt om 100.000 views. Do make this for views. Snap je? Je kan mij bashen omdat ik alles doe voor de views. Je hebt dit ook gewoon gemaakt voor de views. En je probeert mij zo... Het is niet eens een diss track. Je probeert mij gewoon te exposen met iets van 3 jaar geleden. En dat doe je nu pas. Waarom? I don't fucking know. Misschien was je bang om het toen te doen, omdat je wist dat je toch gewoon terug ging smacken als 15-jarige guy. Nu ben ik 18. En nu is de andere, snap je? Speel de T. Dom idee. Fuck. Yeah bro. Ja. Yeah. Ik volgens mij kan altijd nog even hangen. I don't know. Anyways. Ja, yeah. Als je hierop reageert, thank you. Voor alle mensen die nu kijken hiernaar. Ja, ik heb erop gereageerd. Doe ik nu. Jammer dat het is gebeurd, jammer, maar jij deed dit niet voor hun, though. Nope. Jammer, Nathan van der Guns, maar je bent nu echt een fucking kluts. Kijk, liever een fucking kluts dan jij. Gewoon liever dit dan jij. Kijk, het doet me heel veel. Hierbij beëindig ik mijn carrière, is mij zeker duimpje omhoog op deze video. Ik wens je tot de volgende keer. Adieu! Bye! Doei!